Hey, Abos. Fijne mensen. Oh, wat kut, hé. Heb je zo gaan zitten? Nou, zo. Oké. Nou, nog even een laatste vlog. Oh ja, het is zo'n prachtige klimaat. Ik was gisteren al van plan om daar een coming out te maken. En dan zo'n sweet, echt heerlijk. Ja, dat is karma. En dit is waarschijnlijk mijn laatste vlog tot 21 januari. Want dat heb ik straks nog niet verteld. Ik zat gisteren, ik ging met mijn maat weg naar mijn dokter. 3 minuten bij haar op het terras. En ik ging daar zitten, was ze zat met die vriendin. En voordat ik de woning uitkwam bij een vriend van mij, kwamen er twee van oorlog toezicht om de hoek gereden. Nou, die zagen mij kijken, natuurlijk kijken. Nou, ik loop verder, ik ga met mijn dochter aan de tafel zitten. Maar ik heb mijn dochter niet verteld. Ik zag achter hen, zag ik een politiewagen komen. En kijken, 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 spannen, spannen. Want ik weet al 6 jaar dat ze me in de gaten houden, alle inlichtingen die ze. Maakt niet uit, I can handle it. Heerlijk zelf. Want ik ga een schadevergoeding krijgen, niet normaal. Maar goed, ik zag ze dus rijden. Nou, nog geen paar, half, 3 minuten misschien. En een politiehelikopter in de lucht. Ook dat heb ik niet tegen mijn dochter gezet. Nee, laat maar. Maar dat is misschien mijn laatste vlog tot 21 januari. Maakt niet uit. Ik ga lekker 23 uur per dag op mijn nest liggen. Een uurtje leugden. En lekker 23 uur lezen en mezelf ontwikkelen. Geen 4 uurtjes voor justitie werken voor 15 euro per week. Zo mogen ze die lamlendige fooi houden. Dat heb ik niet nodig. Ik heb mijn geld wel altijd daar. Maar ik ga ervan uit dat ze me misschien vandaag gaan pakken, tot 21 januari. Maar maakt niet uit. Ik ga binnen 100%, want ik heb de waarheid gesproken en het zal uitkomen. En als het van maandag, dinsdag allemaal gebeurt wat ik denk misschien gaat gebeuren, dan hoef ik woensdag niet eens naar die NFI-psycholoog. Dat zou helemaal schiet zijn. Maar maakt me ook niet uit. Ik ga lekker tot 21 januari, 23 uur lekker achter die deur liggen. Lezen, mezelf ontwikkelen, misschien nog een diplomaatje halen of zo. Ik heb er vaak niks aan, maar ja, dan heb je wel. Ja, je kunt het maar hebben, je neert er altijd van. Toch er 2 reacties van een of andere weg. Goh, ik weet het niet. Ik heb dus straks al gezegd, ik lees die reacties niet. Dus, waarom dan reacties plaatsen? Ik verwijs het, ik lees het niet eens. Hoeveel stront, hoeveel poep heb je in je hoofd om dat niet te begrijpen? Maar maakt niet uit. Dus, dat kunnen jullie voor kennis aannemen. Ik ga graag tot 21 januari de baas in. Een uurtje per week met mijn dochter skypen, dat is nou wel met die hoogste corona hoogst, een voordeeltje. Heerlijk, hoef je niet extra van Limburg naar Arnhem-Zuid te komen, dus dat is een voordeel. Mega voordeel. Maar ik lach mijn lul uit mijn broek. Love it.